De avond is gevallen. En aan de einde zien we twee lichtjes. Eén steady, 360 graden wit licht. En een knipperend licht. Het knipperend licht is het vuur van Borkum. Het 360 graden is een naderende coaster. Die in het Last Light het TWW gezelschap benadert. We liggen ten anker onder het Willemsduin. Willemsduin, het hoogste duin op de oostpunt van Schiermonnikoog. En het blijkt inderdaad een coaster te zijn. Het is Coaster Slow die hier voor anker gaat. We zoomen in. Een katachtige sprong naar het voordek. Helaas is er te weinig licht om deze ankermanoeuvre te laten zien. Op fok en drijl kwam de schipper aan, sturend op de riem. Precies. Ruim voor hoogwater. Dit was TWW 2012, Drifter 22, Pultje Bella. Van onder het Willemsduin